welkom bij Cultuur 050. Zoals je ziet zijn we vandaag op het Bevrijdingsfestival. De muziek is al in volle gang, maar wij gaan vandaag niet naar de muziek. Er zijn superveel andere leuke dingen te doen en daarom gaan wij daar een kijkje bij nemen. Hey, wat zijn jullie hier aan het doen? Dit is de mensen-dierentuin, de Human Zoo, want anders heb je zo'n lang woord. En de bedoeling is eigenlijk om het hokjesdenken tegen te gaan. We hebben het hier heel extreem neergezet, dus mensen zitten ook letterlijk in hokjes. En deze mensen die staan eigenlijk open om gesprek aan te gaan met jou of met mij over onze hokjesdenkers, over onze vooroordelen over iemand. Dat hokjesdenken kan je niet helemaal tegengaan, want dat heeft iedereen, heb ik ook. Kan je niks aan doen als mens. Maar je kan wel checken of je hokje klopt, waar je iemand in stopt. Dus klopt het dat een blonde vrouw dom is? Klopt het dat een homo elke dag shopt of drie keer zich omkleedt? Zullen we dat gaan doen? Vind ik een goed idee. Gaan we doen. Voor wat word jij allemaal uitgemaakt? Of wat zeggen mensen hier tegen jou in dit hokje? Over het algemeen qua Barbie of dom blondje, dat komt eigenlijk vrijwel niet voor. Maar... Nee, dat valt op zich wel mee. Alleen mensen hebben wij wel eens uitgemaakt voor hoer. En dat zijn dan echt wel een beetje de... Ja. Maar ook in het hokje? In het hokje? Nee, niet in het hokje. Nee hoor. We dachten dat je een hoer was. Nee, dat niet. Maar wel gewoon in het uitgaansleven als ik dan op straat liep. Of in zomers als ik dan op de fiets zat. En dan ben je toch wat meer ontbloot, zeg maar. Maar dat is best wel heftig. Wat vind je ervan? Wat doet het jou? Ik schrik er enorm van, want ik ben zelf eigenlijk juist best wel bescheiden. Maar ik ben dan vooral een beetje bang. Van als zijn het dan agressieve mensen, gaan ze achter me aan. Volgens mij is de homo onzichtbaar geworden. Hallo. Hallo. Jullie komen uit Duitsland? Ja, wij komen uit Duitsland. En jullie worden dus ook in een hokje geplaatst. Helemaal op zo'n dag als vandaag lijkt me. Wat vinden jullie daarvan? Wat merken jullie daarvan? We hebben heel veel leuke gesprekken hier. En de mensen... Ja, vragen of wat wij over de Tweede Oorlog denken. En of wij bijvoorbeeld ook zo'n dag in Duitsland hebben. Dat wij aan de doden denken. Hebben jullie dat? Nee, hebben wij niet. Ik snap niet waarom iedereen zo onder paraplu's loopt en zo. The human cannonball! Hey! 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 Hou de handen over de oren en zet u de mond wagen even op. Iets minder leuke dingen vandaag gedaan dan de bedoeling was eigenlijk. Maar ja, het is een beetje verregend allemaal. Maar
Ik moet zeggen dat ik toch eigenlijk wel een hele leuke dag heb gehad. Welkom bij Kunst. We gaan vandaag een voorschot nemen op het carnaval wat volgende week begint. Dit zijn mijn nichtjes en vandaag gaan wij meelopen met de optocht die MP3, de galerie, organiseert voor het openen van een nieuwe filiaal. De ontwerper die wil jullie graag straks één voor één even bij hem hebben, zodat de jassen gepast kunnen worden. Ik ben gevraagd door Daan Samson, die de opening mag organiseren. En hij wilde een processie met wit kleding. En hij vond het materiaal heel spannend om iets mee te doen. En ik heb een kleine serie jassen voor dames en heren van gemaakt. 12 in totaal. Stapvoets. En ja, het is echt een optocht, dus echt gewoon lachen. Nou, er zijn allemaal mooie blaadjes en die moeten gestrooid worden, ze moeten leuk lachen. Zwaaien. Zwaaien. Ja, Daan, er moet gezwaaid worden, hè? Daan mag gezwaaid. Ik wil wel even zwaaien. Ruud is de artistiek directeur van MP3. En we kunnen allebei heel goed zwaaien. I'm sexy and I know it. Wat is de bedoeling van Daan Samson achter deze optocht, deze praaltocht? Nou, Daan heeft een heel mooi herenhuis in Rotterdam. En hij wilde als kunstenaar heel graag natuurlijk ook dat het ingericht wordt, wat past bij de status van het huis. Dus hij kwam met het idee om het bedrijfsleven te vragen om deze spullen te sponsoren. Ik kwam in gesprek met onze artistiek leider en die had iets van, goh, eigenlijk is dat heel erg mooi om misschien ook iets mee te doen met onze openingsceremonie. En zo is het eigenlijk uitgegroeid tot een praaltocht waar hij het bedrijfsleven heeft uitgenodigd om hem te sponsoren met mooie luxe producten voor zijn huis. Zodat mensen ook kunnen zien, eigenlijk een beetje aanstootgevend, hoeveel luxe producten hij uiteindelijk gekregen heeft. En wat wij er eigenlijk heel interessant aan vonden was het idee dat in de kunstwereld gaan natuurlijk nu heel veel verhalen op. Hè? De subsidies worden minder, de recessie slaat toe, het bedrijfsleven zou een partner kunnen zijn in de samenwerking. Dus wij gaan experimenteren met nieuwe materialen, met duurzaamheid, met innovatie, met producten aan de gevel, in het pand, in onze tuin. Dus wij vonden eigenlijk een hele mooie link, hoe hij natuurlijk heel erg individueel op zichzelf betrekt, willen wij natuurlijk uit gaan dragen naar de kunstwereld toe. Wat fans. Wij wisten ze niet wie ik was. Baby, stick it out. Here comes the man of steel. I represent Queens, she was raised out in Brooklyn. Ja, ik werk met welvaart als als materiaal. En ik kijk nu naar een optocht waarbij ik allerlei aanmerken gevraagd heb om offers te brengen voor de kunst, voor de economie en voor, ja, een beetje voor mij.
En die bedrijven die hebben allemaal spullen gesponsord, weggegeven, geofferd. En die dragen we vandaag nederig door de stad. Hoe krijg je mensen zover? Ja, misschien dat ze even ook wel naar mijn naam kijken wie ik ben. En dat ze dan zien ja, waar het terecht komt. Zo, het komt ook op een goede plek terecht natuurlijk. Dus ik denk dat die mensen, dat die bedrijven zich ook wel gewoon met mij willen associëren. Dit is natuurlijk iets wat iedereen kan doen. Je schrijft ze, je mailt ze, je belt ze en je vraagt het ze. En ja, het is wel een kwestie van training, studie en discipline. Dat wel, want je wordt niet zomaar Daan Samson. Wat is het doel wat je wil bereiken met je kunst, met welvaartskunstenaar zijn? Ja, kijk, het is natuurlijk koud buiten en het is guur. En het is gewoon ik vind het zelf fantastisch als je ziet langs de route hoeveel mensen ernaar kijken en staan te genieten van het hele spektakel. Ik bedoel, alle mensen die meelopen, die meiden, zien er ook allemaal prachtig uit. Het is gewoon, ik denk dat je ook iets aan de mensen geeft. Het is gewoon een groot feest, een volksfeest noem ik het. Ik denk dat mensen vooral positief moeten zijn over het leven, over alles, gewoon over de hele situatie. Je moet niet gaan thuis zitten zielig zijn, je moet iets gaan doen. Schrijf een e-mail, vraag Boretti of ze een buitenbarbecue naar je opsturen. En een mailtje is zo gestuurd. En ik snap niet waarom mensen dat niet gaan doen. Dat is wel mijn doel, om mensen mooie dingen te laten zien. Mooie spullen, mooie mensen. Ik bedoel, jij mag er ook best zijn. En al die mensen in die optocht, al die meiden, het ziet er allemaal zo fantastisch uit. Het is één feest voor het oog. Now a party ain't a party till the queen come through. You know where I go, man, the team come too. Up in the Phantom or the V12. Little Kim's that girl, even got her own shoe. In the club with my clique though, glass full of crystal. In the jail jumpsuit, still a bad bitch though. Rose from the ghetto, it was hard from the get-go. Dit was de opening van MP3. Dames, wat vonden jullie ervan? Leuk! Heel erg leuk! Voor jou!